De minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, wil dat de districten onafhankelijker worden. Er moet afgestapt worden van overheidssubsidies aan districtsfondsen. Dit is een deel van het decentralisatieproces. Jaarlijks worden er districtsplannen gemaakt waarin wordt opgenomen welke projecten in een bepaald district moeten worden uitgevoerd. De klachten van districts- en resortsraadsleden zijn echter dat deze plannen nauwelijks worden uitgevoerd als gevolg van het uitblijven van financiën. Volgens Dikan kan dit probleem opgelost worden als de districten zelf kunnen verdienen. We hebben ons sterk gemaakt vanaf het begin bij ons aantreden. Heel snel al hebben we het staatsbesluit kunnen slaan om de verschillende heffingen te regelen. Dat is pas al in december 2015, ongeveer 3-4 maanden na ons aantreden. En vanaf toen hebben we gewerkt aan eigenlijk het maken van de eerste DV's, districtsverordeningen. En nu liggen die DV's bij de DNA, omdat we toch wel een verklaring van geen bezwaar nodig hebben van de DNA. De DNA gaat na of u weet dat de DV's zijn wetten van een lagere orde of ze niet in strijd zijn met wetten van hogere orde. Volgens de minister zullen de districtsverordeningen binnenkort worden uitgevoerd. Middels de districtsverordeningen kunnen commissariaten heffingen doorvoeren op diverse overheidsdiensten, waardoor districten zelf zullen verdienen, aldus Dikan. Kijk, als we kunnen blijven op het staatslogeergebouw, we hebben de instructies gegeven om ook door onze deskundigen uit te zoeken wat we kunnen doen aan toeristenheffing bijvoorbeeld. Dus er zijn een aantal zaken, we hebben heffingen voor milieu, een aantal zaken kunnen daar inkomsten genereren, waardoor we toch wel een district tenminste niet meer echt afhankelijk zal zijn van de subsidies van de overheid. Tot zover de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Hij is er voorstander van dat districten hun eigen middelen genereren, zodat de overheidsuitgaven worden verminderd.